Welkom bij Samsung Snow Jam 2011. Snow Jam, dat is de jaarlijkse afsluiter van het Belgische ski- en snowboardseizoen. Dat is dit jaar niet anders en er is nog sneeuw, een paar lege plekken, maar nog meer dan voldoende sneeuw om 4 dagen absolute topsport hier te mogen verwachten in Les Deux Alpes. We beginnen deze Belgische kampioenschappen met de discipline bordercross. En dat is een discipline waar ook de allerjongsten heel graag aan deelnemen. De cross is een discipline waarin behendigheid en snelheid centraal staan. Net die snelheid hebben de jongeren van het Flemish Youth Ski Team in overvloed. Normaal is het alpine skiën hun ding, maar voor Snow Jam maakt hun trainer Peter van Doren graag een uitzondering. Het is een beetje een andere wereld. We zijn gewoon van in het alpine skiën, onze slalom, reuze slalom, met een beetje de super G op snelheid te trainen. De sfeer hier is wel lichtjes anders. En het is een nieuwe wereld voor de kinderen, maar ze vinden het super. Ik vind dat heel plezant. Ik had het daarvoor nog nooit eerder gedaan. En dat was de eerste keer en ik vind het wel tof. Hoe komt het dat het de eerste keer is voor jullie? Ja, het was zo. Alleen, ze zeiden zo allemaal, kom, laten we ons inschrijven. En dan heb ik besloten ons gewoon in te schrijven. Peter van Doren is een routinier in de skiwereld. Hij was van 1998 tot 2006 zelf actief als competitieskier. Ervaring troef en dus de juiste man voor dit project. Ik ben eigenlijk eerst de diploma's van de Franse trainerschool gaan halen. Dan in 2 seizoenen naar Frankrijk om daar het Europees diploma af te maken. En zo is Silaan begonnen met het trainen van de jonge skiers. Hoe trainen jullie? In België is dat moeilijk uiteraard. Trekken jullie dan altijd naar het buitenland? Wij proberen zoveel mogelijk dagen buitenland te doen. Dus over een heel jaar gespreid met de zomer bij proberen wij toch aan een 90 à 100 dagen te komen. Met de goodwill en dank aan de scholen, want zijn zij ook voor een stuk die onze kinderen eigenlijk de kans bieden om dat te doen. De eerste 20 meter. Is het allerbelangrijkste. Okay? Je probeert echt weg te zijn als eerste, en dan ga je gewoon. De kinderen hangen tijdens de briefing aan zijn lippen. Een handshake zorgt voor de laatste boost. Kom aan, gasten. Van de boer. Tom Verbeke, een van Peters leerlingen, zet de theorie om in de praktijk en wint de skicross bij de junioren. Deze overwinning is alleen mogelijk door het harde werk van skier en trainer. En dat beseffen de kinderen maar al te goed. Dankzij zijn trainingen is deze ook kunnen gebeuren. En zonder hem zou ik zeker dat niet kunnen gedaan hebben. Hey, je hebt heel veel dagen achter de rug samen met je trainer. Je hebt veel mooie dagen gezien, heb ik gezien aan je gezicht. Ja, zeer heel veel mooie dagen. Mooi weer, mooie pistes. Beter kan het niet. Hoe is dat om met zo'n bende jonge kinderen dag in dag uit of 100 dagen per jaar in het buitenland te zitten? Ja, als trainer worden wij zelfs een beetje vaderfiguur voor de kinderen. Hè. We kennen ze door en door en ja, we zijn heel vaak kort op elkaar in appartementjes en we koken er zelfs s'avonds voor. Dus het is een super sfeer en de kinderen zijn echt allemaal het zijn super kinderen. Lukt Peter die vaderrol? Ja, fantastisch. Ik ga hem morgen aan de rug voelen, maar fantastisch. Leven die kleine mannen. Is dat ze maar spirit hebben. Af en toe is overreden worden door 7 kinderen, dat kan geen kwaad. De kinderen zijn alweer een ervaring rijker. Als het van hen afhangt, zijn ze hier volgend jaar opnieuw. Maar wat denkt de trainer daarvan? Als de planning mee zit, voor volgend seizoen gaan we zeker terugkomen. Hè? Is het niet waar? Wie hier ook elk jaar met plezier naartoe komt is Seppe Smits. De 19-jarige boarder uit Westmalle is absolute wereldtop. Dit jaar werd hij in het Spaanse La Molina wereldkampioen in de sloopstaaldiscipline en pakte hij brons in de Big Air. Op de sloopstaal is het nog een dag wachten. Eerst is het aan de bordercross. Seppe is een competitiebeest, maar vandaag net ietsje minder. Het draait me echt niet om te winnen bij de cross. Gewoon een discipline die op het BK is en super plezant. Gewoon eigenlijk met al uw maten een beetje battelen. Gewoon een beetje gezonde concurrentie. Dus het is echt super plezant. Het is gewoon een extra discipline. En ja,
Het is gewoon, mij maakt het niet uit hoeveel ze dat gaan eindigen. Ik ga gewoon mijn best proberen te doen, zo snel mogelijk proberen te gaan en zien wat er gebeurt. Bordercross, het is geen sport voor doetjes. Ik denk dat als ik iemand tegenkom in de bocht, dat ik toch eens een keer ga tegenduwen. Maar ik denk dat degene die met mij in de finale zit, zo meteen er het volledig hetzelfde over denken. Ben ik toch redelijk zeker van dat spannend, dat jij en Anthony geen problemen hebben met mijn duwen. Het zal spannend worden. Als hij wil winnen van zijn maten, dan moet hij eerst en vooral afrekenen met zijn broer Anthony. Anthony is regerend Belgisch kampioen bordercross en is niet van plan zich zomaar te laten doen door zijn broer. Ik heb nog niet vaak tegen hem moeten opnemen in de finale van de bordercross, dus het wordt heel interessant, denk ik. Heb je een bepaalde tactiek? Geen medelijden tonen en zolang dat er niemand voor is, niemand te langs laten. Dus als ik het goed begrijp is de tactiek geen tactiek hebben. Niet te veel nadenken en gaan. Wie wint er? Anthony of Seppe? Anthony is een beest in de bordercross, ja. Het gaat toch spannend zijn. Hij is snel op individualiteit, maar met 4 ben ik tot nu toe sneller geweest. Met 4 is hij gewoon is mij nog iets meer psycho of zo. Het zou wel kunnen. Psycho of niet, of deco. Meterschap en je broer moet je herkennen. Dat is echt super cool dat hij heeft gewonnen. Dat is echt keibels aan de battle in de finale. Ik zat echt super kort allemaal op elkaar. Uiteindelijk Anthony heeft het hartstikke gebeukt, zou ik zeggen. Is dat dan typisch dat hij nu wegloopt van de camera en dat we hem moeten gaan zoeken? misschien. Op die één keer dat hij alle camera's kan krijgen, sta ik jou nu hier nog te interviewen. Ik zou hem gaan halen, dat is goed. Anthony. Niet weglopen van de camera, voor één keer sta jij in het middelpunt van de belangstelling, niet je broer. Boah. Het is een uitzondering, maar het is wel eens plezant. Hoe moeilijk was de wedstrijd? Heel moeilijk eigenlijk, want met de tijd en zo loopt altijd heel gelijk op. En nu was het inderdaad zoals we voorspeld hadden boven, dat degene ging zijn die niet zou afgeven. En ik heb geluk gehad dat ik op een bepaald moment voor hem ben kunnen raken. En dan heb ik hem er niet meer langs gelaten. Dus... Dag 1 van Snow Jam zit erop. Een Snow Jam dag dat eindigt nooit zonder muziek. En vandaag doen we dat met Bobby Ewing en Lars Capaldi in de beruchte Panepaar op Les Deux Alpes. Tot morgen. Op ontwaakt. Nog voor dag 2 goed en wel begint, is de organisatie al druk in de weer. En vandaag staat de slopestyle op het programma. Een discipline waarin de riders boksen en jumps combineren. 20 vrijwilligers zetten elke dag opnieuw alles klaar. Tom Koekelbergs is één van hen. Hij is er al vanaf het begin bij en heeft het evenement in de loop der jaren serieus zien veranderen. Het is enorm veranderd, eigenlijk op alle vlakken. Zowel op vlak van de competitie, qua aantal deelnemers, qua niveau van de wedstrijd, als op vlak van het evenement. De groepen die komen optreden, het aantal toeschouwers en zo verder. En qua organisatie, het is nu heel vroeg, 's ochtends. Hoe gebeurde dat 10 jaar geleden? 10 jaar geleden hadden we in elk geval maar de helft van de disciplines, dus dat op zich was al een stuk makkelijker. En het was net iets minder voorbereid allemaal natuurlijk. Ja, we hebben onder die 10 jaar ervaring opgebouwd. Er zijn sponsors bijgekomen, dus het is allemaal wat belangrijker geworden hoe dat de setup van het parcours eruit ziet. Dus er komt veel meer bij kijken dan vroeger. Wat moeten jullie nu nog doen tussen nu, dit moment, de maagdelijke witte pistes en straks het grote geweld?
wat dat naar boven komt. Nu wacht nog een aantal banners, een aantal veiligheidsnetten om op te zetten. En dan proberen we de jury zo snel mogelijk klaar te zetten aan de jurytent, zodanig dat zij de trainingsruns kunnen kijken. Even later zit de jury dan ook klaar. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie dag van te maken. Dennis van Oud mag vertrekken en David houdt zich klaar. Seppe Smits is bij de senioren uit op revanche nadat zijn broer Anthony hem gisteren versloeg in de Border Cross. Maar eerst is het aan de junioren. In deze categorie is Seppe de Buk torenhoog favoriet. Seppe de Buk, jij rijdt hier die slopestyle bij de junioren, maar dat is zonder concurrentie eigenlijk. Hoor je bij de senioren thuis, want zo goed rijden? Ik probeer het goed mijn best te doen, maar van het jaar zijn mijn grootste concurrenten uitgeschakeld wegens een blessure. Hoe groot is de kloof met Seppe Smits nog op de sloopstaal? Hier, de sloopstaal is niet zo groot, dus zal dat niet superveel schelen. Maar als je naar een grote sloopstaal gaat zien, Seppe heeft zoveel meer tricks. Veel efficiënter, hij landt alles. I am excited! Seppe bewijst zijn talent en wint zoals verwacht bij de junioren. In het overal klassement eindigt hij tweede voor Anthony Smits. Maar aan de overmacht van wereldkampioen Seppe Smits valt niets te doen. Zijn eerste titel op dit Belgisch kampioenschap is een feit. Seppe Smits, een nieuwe Belgische titel. Wat doet dat nog met jou? Ik ben super blij. Het was een super plezante wedstrijd vandaag. Iedereen fun gehad. Ik ben super blij met de run die ik heb kunnen landen. Dus mijn dag is compleet af. Hoe moeilijk lag de piste? Het lag er redelijk zacht bij. De afzetten lagen een beetje een knik in. Maar voor de rest, ik denk dat Lille Zalpe een goede moeite heeft gedaan om het funpark nog goed in elkaar te steken. Ze hebben heel weinig sneeuw gehad dit hele jaar. En ook als we naar beneden snowboarden, komen we wel een paar stukken gras en een paar plassen tegen. Dus de sneeuwkwaliteit is niet meer echt heel erg top. Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen komt er talent bovendrijven. Loran Smans bijvoorbeeld, 13 jaar en al hyper ambitieus. Als je zo prestaties van Seppe Smits doorheen het seizoen bekijkt, is dat de ultieme droom voor jou? Ja, dat zou toch wel super zijn als je dat kunt bereiken. Ja. Maar, ja, hoe lang is de weg daar naartoe nog? Ik hoop zo kort mogelijk, maar je moet er toch wel iets voor doen. Dat is sowieso, hè. Als jurylid en trainer weet Wout Beekaart als geen ander wat Loranne kan en waartoe ze nog in staat is. Ze staat echt aan de deur en zoals ze nu bezig is, ik weet niet hoe lang ze precies traint, maar dat is nog niet zo lang, 2 of 3 jaar. En als je ziet wat ze toen kon en wat ze nu allemaal kan, ze springt hier over die grote kikkers, toch van toch 10 meter of zo. Binnen 4, 5 jaar kent iedereen Loranne Smans, zoals iedereen nu Seppe Smits kent? Ik denk dat wel. Als ze nu zo verder doet zoals ze nu bezig is, de topsporttrainer en de topsportcoach van de federatie is hier om een beetje talentscouting te doen ook. Ze staat zo aan de deur te kloppen om aan de topsportschool in te stappen. En als ze dat doet, dan gaat ze ook die buitenlandse stages al mee doen, dan kan het heel snel gaan. Elk jaar is de sfeer hier op Snowjam op en top. De vriendschap en collegialiteit onder de Snowjammers is enorm. Iedereen schrikt dan ook als er iemand zwaar ten val komt. Oh, nee! Oh, nee, man. Wat was dat? Fuck. Oh, dat is niet goed. De jury ziet meteen dat het ernstig is. De rider wordt afgevoerd, maar gelukkig houdt hij er geen blijvende letsels aan over. Toch loert het gevaar altijd om de hoek. Dat beseft ook Seppe Smits. Ben je daar zelf nog heel bewust mee bezig met dat gevaar? Want het blijft toch gevaarlijk, hè, soms? Ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken. Ik weet bij mezelf ook wel dat er gevaren zijn bij het snowboarden. Maar ik probeer op mijn niveau te borden en gewoon niet te grote risico's nemen. En eerst echt veilig te voelen voordat ik iets ga doen. En geen onnodige risico's nemen en proberen zo die zware crash te voorkomen. Maar
Het is inderdaad een risicosport en je kunt nooit alles voorkomen. Wat mij opvalt bij zo'n vreselijke crash is dat die wereld echt aan elkaar klikt. Dan zie je hoe iedereen echt stil wordt. Ja, dat is waar. Het is echt een supercoole vriendenwereld. Snowboarden zitten geen concurrenten tussen de wies. Het is gewoon allemaal vrienden onder elkaar. Elk Belgisch kampioenschap is allemaal vrienden onder elkaar die een grote snowboard-sessie bouwen en daar rond elke wedstrijd hebben. Dat is sinds het begin eigenlijk zo geweest. Niet aan de risico's denken, verstand op nul en gewoon gaan. Seppe Smits is wereldkampioen sloopstaan en dus absolute top, ook in het buitenland. Wie weet kan hij in het Russische Sochi een Olympische titel aan zijn palmares toevoegen. Maar daarvoor moet de sloopstaal wel eerst Olympisch worden. Het zou voor jou een nieuw doel zijn. Hè? Je hebt al een wereldtitel, een Olympische titel, die zou nog er mogen aan toegevoegd worden. Dat zou inderdaad wel het mooiste zijn wat ik zou kunnen doen, maar... Dat is echt heel ver gegrepen. Ik ga zeker mijn best doen en zoveel mogelijk blijven snowboarden en zoveel mogelijk fun hebben. En dan zien we wel, als sloopstaal op het Olympisch programma komt, dan ga ik zeker zo hard trainen nog altijd en proberen we zo goed mogelijk resultaat uit te halen. Seppe Smits heeft gedaan wat we vandaag van hem konden verwachten, de Belgische titel in de sloopstaal pakken. Hij krijgt nog twee kansen op twee nieuwe Belgische titels, die in de Big Air en de Halfpipe. Dat wordt moeilijker, meer concurrentie. Voor vandaag is het afgelopen, alweer een mooie dag op Snowjam. En zoals altijd, afsluiten met muziek. En dat is vandaag Luc de Vos. Ik ben hier 3 jaar geleden geweest en we hebben vrij veel ambiance gemaakt. En vrij veel gesnowjammed en al. Het was fantastisch. Je hebt er ook iets... lichamelijk en mentaal aan overgehouden? Vooral mentaal. Ik ben nog zotter geworden dan dat ik was. Eigenlijk. We gaan jou helaas niet op de piste zien. Kan je even vertellen waarom? Wel, 3 jaar geleden heb ik mijn penis voor pijn gedaan. Enorm. Op de skipiste. En sindsdien mag ik van mijn manager niet meer op de skipiste. Dat is wel begrijpelijk, maar gelukkig werken zijn beide armen nog en gaat hij hier een concert van je welste geven. Graag jullie applaus voor Luc de Vos! Hallo, Jet. Straks in deel 2 een verslag van dag 3 en 4 van Samsung Snowjam. Dag 3 van Snowjam. We hebben gisteren fantastisch genoten van een heerlijk optreden van Luc de Vos en met ons vele anderen. Maar nu is het stilaan tijd om de focus te leggen op topsport, op de koninginnediscipline, de freestyle ski en snowboard Big Air. Big Air staat voor spektakel op eenzame hoogte. 1 kikker, 3 runs, meer krijgen de riders niet om te bewijzen dat zij de beste zijn. Ook in deze discipline is er bij de snowboarders maar 1 favoriet. Wie anders dan Seppe Smits. De vibe zit goed. De spanning zit hier ook nog altijd in bij zo'n finale van een Belgisch kampioenschap? Er zit misschien wel een klein beetje spanning in. Ik denk toch dat eerder gewoon allemaal maten onder elkaar zijn die echt gewoon tricks willen laten zien aan elkaar. En voor de rest denk ik dat iedereen... gewoon kijken naar fun te hebben met elkaar en gewoon een goede sessie te bouwen. Fun heeft hij zeker en vast. Seppe springt naar zijn 2e titel op dit BK. En hoe? Ik heb echt een van de meest funne sessies van het seizoen gehad vandaag. Iedereen heeft zich geamuseerd vandaag.
geen zware crashes geweest. Dus ik denk net een volledig geslaagde dag is. Ik heb het rechts geland en ik wilde landen. Anthony stond op de tweede plek. Echt super stoked voor hem. Gewoon echt, ja, kan niet beter. De muziek gaat hier steeds luider. Jij gaat straks ook naar de muziek van Triggerfinger. Ja, zeker. Triggerfinger vanavond gaat echt losgaan. En de zanger van die groep is gespot op de piste. Ruben Blok komt eens kijken hoe de riders het beste van zichzelf geven. Met wat voor gevoel kijk jij hier vandaag naar dit spektakel? Met een beetje een vakantiegevoel en toch met herinneringen naar mijn skateboardperiode. Heel erg veel gedaan? Ik heb dat zeer intensief gedaan. Je voelt dat hier zelfs ook al, zij zijn een bescheiden snowboarder, het moment dat je hard begint te gaan en dat je ineens beseft, als ik nu op mijn bek ga, dan ga ik mijn eigen zeer doen. Dat geeft een kick, joh. Dat je haar in je nek recht staat door de snelheid die je pakt. Hoeveel zin heb je om er vanavond zelf een lap op te geven om dan het spektakel te verzorgen? Al heel veel zin eigenlijk, want we hebben al een hele fijne periode achter de rug. We hebben al zoveel fijne dingen mogen doen dit jaar en vorig jaar. En nu kunnen we hier een beetje een kleine vakantie koppelen aan om dan ook nog eens een fijn concert te spelen. En we hebben het al gedaan in het Club Knie in de Opera en dat zijn meestal zeer fijne avonden. De meeste aandacht gaat uit naar snowboarder Seppe Smits, maar ook de freestyle skiers maken indruk. Katrien Aarts uit Geel bijvoorbeeld. Ondanks haar vijfde plaats op de wereldranglijst kan ze zich toch niet fulltime op haar sport storten. Ik heb in de zomer altijd heel hard moeten werken. Ik woon een beetje in een caravan, heel low budget. Echt geen geld opdoen in de zomer, dat je dat volledig kunt spenderen aan je winter. Ik ben zo gewoon van zo te leven en in de natuur en buiten te leven. En ik denk niet dat ik mij ooit ga kunnen aanpassen aan een normaal leven. Ik denk, ik blijf skiën tot ik 30 ben, denk ik. Katrien kent geen concurrentie en wint makkelijk. Bij de mannen is het spannender. Elk jaar vechten Nicolas Elshout in de gele jas en Timo de Bont in de rode het onder elkaar uit. Ook vandaag is dat niet anders. Nicolas Elshout, jij gaat vandaag die Belgische titel pakken, is mij net verteld. Is dat zo? Ik kan alles eens proberen, maar er zijn genoeg anderen die er ook op jagen, dus het zal niet vanzelf komen. Hoe close zitten jullie bij elkaar? Ik en Timo, dat is al een paar jaar dat we echt elkaar op de hielen zitten. Ene keer wint hij, dan win ik. Dus het is altijd spannend tot op de laatste seconden eigenlijk, dat de uitslag vertaald wordt door de jury. Vorig jaar heb ik het geluk gehad om de Big Air te winnen. Uiteraard staat er een beetje als favoriet, maar Nicolas en ik, dat is altijd heel spannend. Dus ik ben benieuwd waar het speed gaat worden. Vergelijk eens jullie twee stijlen. Mijn specialiteit is alle switch tricks. Dus achteruit op de jump ski en dan beginnen spinnen. Terwijl Nico, die zal sowieso speed een dubbel sideflip doen. En Cork Nines. Ik ben meer zo'n crowdpleaser. Ik doe... Wat moet je mij uitleggen? Een publieks plezierder. Hè. En hij is een jurypleaser? Hij is meer een jurypleaser. Hij doet heel technische tricks. Heel moeilijk. Waar hij niet altijd duidelijk overkomt voor het publiek. Die weet niet beseffen hoe moeilijk dat wel is. Ook omdat het er zo makkelijk uitziet natuurlijk als hij doet. Maar toch wel. Wie wint de Big Air in het freestyle skiën? De jurypleaser of de... crowdpleaser. Tegen alle verwachtingen in kan Nicolas de crowdpleaser niet overtuigen. Bij de landing komt hij een aantal keer ten val. De weg naar de winst ligt dus open voor Timo de Bont. Ik was vooraf iets enthousiaster dan nu achteraf. Het was wel een leuke wedstrijd. Het was altijd leuk, veel sfeer, de mensen. Alleen jammer genoeg zijn de tricks die ik wou doen niet uitgedraaid zoals ik wou. De finale Big Air was echt verschrikkelijk vreemd. Twee van de drie sprongen tellen mee, dus je moet een beetje consistent zijn. En in de eerste run, de top drie, is allemaal gecrashed. Dus ja, dat brengt wel wat stress mee en onzekerheid. Maar ja, uiteindelijk vind ik het nog een beetje goed uitgerokt. Je bent Belgisch kampioen. Wat doet dat? Ik ben Belgisch kampioen. Straks... een beetje pinten drinken, hè. Naar Triggerfinger gaan luisteren.
Triggerfinger. Dat is in een opera vanavond? Ik denk het wel. I will be there. Geniet ervan. Dankjewel. Speciaal voor jullie, Sex on Legs. Give it up for Triggerfinger! Van Snow Jam. Dit zou de dag moeten worden van het Belgisch kampioenschap Halfpipe. Maar de Halfpipe ligt er te slecht bij wegens de goede of slechte weersomstandigheden. Als je denkt dat dat betekent dat iedereen aan de kant blijft staan, dan heb je het verkeerd voor. Nicolas Elshout bijvoorbeeld. Gisteren op de Big Air bleef hij onder zijn niveau. En ook vandaag zal hij zich niet kunnen bewijzen. Toch is hij hier, net omdat hij zo bezeten is door die Halfpipe. Halfpipe is echt mijn ding, dat doe ik super, super graag. Alles vertraagt en dan heb je ineens eigenlijk 6 of 5 of 6 of 7 adrenaline rushes achter elkaar. Je hebt 1 hit naar links, dan 1 naar rechts, op, en dan blijft ze gaan. Dus je bent volledig in de flow. En dat is, ja, is moeilijk om uit te leggen, maar het is een zalig gevoel, echt. Wie we hier ook tegen het 35-jarige lijf lopen is Katrien Aarts. Ook zij komt trainen en dat met een ultiem doel voor ogen. De Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. Ik besef wel dat dat heel moeilijk zal zijn. Ik ben al bij de oudere atleten, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd. Maar als je kijkt naar mijn ranking op de wereldranglijst, ik sta nu op de 5e plaats. Als ik dat kan behouden, waarom zou ik er niet naartoe kunnen? Dus ik ga er vol een bak voor gaan en ik hoop dat het lukt. En lukt het niet, oké, dan heb ik het tenminste geprobeerd. Maar als ik nu zeg van ik ga er niet voor, ja, dan heb ik mijn leven lang spijt van, denk ik. Ook Nicolas droomt van de winterspelen. Zelf heb ik altijd gedroomd om op de Olympische Spelen te kunnen staan. Ik hoop dat ik er naartoe kan gaan. Hè. Hoe belangrijk is het dat je straks een topsportstatuut krijgt? Dat is heel belangrijk voor mij, omdat het is moeilijk om de sport te combineren. Zeker het is in de bergen met heel, heel veel trainen, heel veel skiën. Heel echt. En dan heel dag op de ski staan. Dus dat is onmogelijk om te combineren met werken of studeren. Dat gaat, maar dan is dat niet op een optimale manier. Dus het is echt heel belangrijk. Het is eigenlijk essentieel om ervoor te kunnen gaan. De Olympische Winterspelen is nog een paar jaar wachten. BK, dat zit erop. Alle disciplines zijn keurig afgewerkt op de halfpipe na. Tijd dus voor het podium. De allerbeste van Snow Jam 2011. Ik denk dat we allemaal weten wie de beste Belgische snowboarder is. Op dit moment. 3, 2, 1... Sebbe Smit, een nieuwe Belgische titel. De hoeveelste was het? Geen idee eigenlijk. Het is het 8e jaar dat ik naar het Belgisch kampioenschap kom en ieder jaar is gewoon super veel fun geweest. Dus het draait er niet om de titels, het draait om de fun hier. Het is nu even gedaan met wedstrijden. Verdwijnt de bord nu even in de kast? Ja, bord gaat nooit in de kast liggen. De enige maand dat ik eigenlijk volledig rust heb is juli. Dan ga ik volledig van de zomer genieten, wakeboarden, surfen, even chillen. Wie ook mag chillen is organisator Tim van den Berg. Hij kan moe, maar tevreden terugblikken op alweer een geslaagde snowjam. Ik ben zeer tevreden. We hebben een ongelooflijk goed BK gehad. S'avonds het evenementiële luik en het festivalgebeuren was ook een groot succes. Dus ik kan alleen maar gelukkig zijn. Hoe blij ben jij dat het zaterdag bij je thuis bent? Goh, ik ga heel blij zijn als ik thuis ben. Blij, maar zeer voldaan.
en je bedje heel snel opzoeken. Ja, ik denk toch wel dat ik daar enkele uren meer ga slapen dan hier. Ik denk de eerste nacht dat er een langer gaat zijn dan alle nachten samen hier. Dus maar bon, dan gaan we er ook van genieten. Snow Jam 2011 zit erop. We hebben schitterend weer gehad. We hebben fantastische muziek gehoord. En we hebben prachtige Belgische kampioenen. Jullie hebben nog één sprong te goed. Namelijk die van mij. Pray for me. En nu, James Dead. Alsjeblieft. Dankjewel.